En ook is slecht vertrokken Isa Kivitshoff. Zo gaan de deelnemers dan voor de eerste maal door de finish nog twee volledige ronden af te leggen. En het is Mercedes Star die het commando heeft genomen. Manus buiten zorgt... Uitgeschakeld nummer 3, galop. Nummer 3, galop. Isa Kivitshoff is inmiddels uit koers. Uitgeschakeld nummer 5, galop. Nummer 5, galop. De bocht doorkomen, ook Lefortois moet het veld ruimen en de paarden gaan naar de overzijde van de baan. Met aan de leiding Manus Buitenzorg. Manus Buitenzorg heeft een lengte voorsprong op de tweede plaats Mercedes Star. Uitgeschakeld nummer 15, galop, nummer 15, galop. Ook Nigel Stardus is uit koers, als we halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn. Aan de buitenzijde komt Kokomo Transair al naar voren. Die wil zich uit het gedrang houden in midveld. En op de rug gaat mee Kim Wielinga. Aan de binnenzijde Kanja Boszorg. Yuppie Sunshine die heeft al meters goed gemaakt. En ligt nu al in de voorste gelederen. Aan de binnenzijde daarvan hebben we dan MG Groenhoff. En zo gaan de paarden dan de landscheidingsbocht in. Met daarachter dan Linette B. Verder weg in het veld is het dan Nexion Squatter. Die wordt op 3 lengten gevolgd door Yankee Cup. Daarachter Nozemalki en KTH. En zo draaien de paarden dan de bocht door. En zijn op weg weer naar de rechte lijn voor de tribune. Met aan de leiding Kokomo Transair. Kokomo Transair heeft 2 lengte voorsprong. Op de tweede plaats daarachter volgt dan Kim Wielinga met Manus Buitenzorg in derde stelling. Op de vierde plaats aan de buitenzijde is het dan Yuppie Sunshine. Yuppie Sunshine wordt gevolgd door MG Groenhoff. Aan de binnenzijde ligt nu ingesloten Mercedes Star. Daarachter is het dan Linette B. Gevolgd door Kanja Boszorg, Nexion Squatter, Yankee Cup, Nozemalki. KTH volgt aan de start van het veld. En de deelnemers gaan nu af op de laatste ronde. Met nog 1 ronde te gaan. In de gouden zweep 2001 is het aan de leiding. In een gedrukt tempo. Kokomo Transair en Peter Stroper. De favoriet trekt aan de touwtjes. Heeft een lengte voorsprong. Op de tweede favoriet. Yuppie Sunshine. Kim Wielinga. Ook een van de aangekeken paarden. Ligt nu in derde positie aan de binnenzijde. Gevolgd door de vierde favoriet. Manus Buitenzorg. Alle favorieten liggen dus voorin. Daarachter MG Groenhoff met Mercedes Star. Dan volgt Linette B. Als ze de 1000 meter paal passeren in de gouden zweep. En dan volgt daarachter Kanjer Boszorg met Yankee Cup. Gevolgd start door Rosemal. Over 10 en dan minuten. Is het daarachter dan KTH als de paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn. In een heel rustige, zapig tempo. Wat neergezet wordt door Kokomo Transair. Kim Wielinga op de tweede plaats. Yuppie Sunshine duidelijk in de wachtkamer in het buitenste spoor. Daarachter volgt aan de binnenzijde Manus Buitenzorg. En die wordt dan gevolgd door Mercedes Star en MG Groenhoff, Linette B. Daar komt Nexion Squatter nu naar voren. En die worden op een lengte gevolgd door Kanja Boszorg. Aan de binnenzijde daarvan Yankee Cup voor Nozemalki en KTH. En zo zijn de paarden dan in de laatste bocht. En het is aan de leiding. Kokomo Transair. Halve lengte voorsprong. Kim Wielinga valt aan. Kruipt nader en nader naast de leider. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde Manus Buitenzorg. Yuppie Sunshine is helemaal teruggezakt. En die lijkt brandstofproblemen te hebben als ze nu in de laatste rechte lijn zijn. Kokomo Transair zet door. Heeft een lengte voorsprong. Kim Wielinga probeert het. Op de derde plaats Manus Buitenzorg. Mercedes Star krijgt een dijk van de koers aan de binnenzijde. Hoeft geen meter te veel te lopen. Nexion Squatter volgt erachter. We zijn in de laatste 200 meter. De titanenstrijd barst los. Kokomo Transair aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde Kim Wielinga. En Kim Wielinga die komt nader. Maar Kokomo Transair. Stroper geeft geen krimp, begint nu te rijden. Maar het is Kokomo Transair die de gouden zweep wint. Op de tweede plaats Kim Wielinga. Daarachter op de derde plaats dan Manus Buitenzorg. Gevolgd door Nexion Squatter die tezamen binnenkomt met Kanja Boszorg. Daarachter is het dan Mercedes Star met MG Groenhoff, Nozemalki. Dan volgt Linette B.